26-18 de tijd van Timon Ekel. 25-10 de tijd die gelopen moet worden om de snelste dame te kloppen. Hij is onderweg, Igor Rutka. En hij gaat weer hard. Ja, Igor Rutka, de atleet uit Huizen. Hij komt uit voor Zuidval, 400 meter loper. Hij loopt de 400 meter net boven de 50 seconden. Hij is waarschijnlijk een van de beste finalisten. En dat krijgt dan iets in zijn voordeel. Igor Rutka. De tijd van Igor Rutka is 25 seconden en... 15! 25.04, dat was net onder de gewenste tijd om de snelste vrouw te kunnen verslaan. Maar je wist ook dat er ook een heleboel snelle mannen achter je aankwamen. Hoe heb jij de laatste 10 minuten doorgebracht? Nou, in spanning natuurlijk. Ik zag iedereen naar boven lopen. Soms ging het redelijk hard, maar iedereen verzwakte op het laatste stuk. En ja, ik was net iets beter deze keer. Wat was het geheim dan van jouw race? Als je naar die finale race kijkt, van die 25.04, waar heb je het op gewonnen? Doorzettingsvermogen. Toen ik verstuurd was, dan dacht ik, ik moet door en ja. En dan ga je met de scooter naar huis? Ja, dat had ik totaal niet verwacht. Kan je hem gebruiken? Dat weet ik niet. Dat vind ik ook een eerlijk antwoord en dat wordt ongetwijfeld later wel duidelijk. We zien je zo meteen terug bij de prijsuitreiking. Dames en heren, de winnaar van de Zilverzoen Klimduinrun 2014, Igor Rutka. Dankjewel voor zometeen een zilverzoen en wel thuis. Tot de volgende keer. Dank u.